Best wel, de kop is eraf. 3-0 gewonnen van Egypte. Hoe voelde het? Ja, wel goed hoor. Deze was sowieso heel belangrijk. Want ja, als je überhaupt iets wil, dan had je deze 3-0 moeten winnen. Dus ja, voelt goed. Vertel eens hoe de wedstrijd verliep. Ik vond dat we een beetje shaky begonnen. Maar ja, logisch. Eerste wedstrijd WK. Zij ook. Daarna kwamen we eigenlijk, ik vond vrij snel al redelijk in de wedstrijd. We pakken de eerste set uiteindelijk vrij simpel. Tweede set beginnen we ook gewoon goed. Ik weet niet wat er op een gegeven moment gebeurt. We missen een paar ballen, echt slordigheden ook. Het liep er een beetje in. En uiteindelijk ja, toch nog wel gewonnen, dus dat was wel belangrijk. En die derde was dan weer, wel weer een beetje een walkover. Nu spelen jullie maandag tegen Argentinië, woensdag tegen Iran. Vertel eens iets over deze tegenstanders. Ja, in de VNL natuurlijk al tegen gespeeld. Allebei echt goede tegenstanders, staan allebei hoog op de wereldranglijst. Argentinië Olympisch brons. Dus dat zijn zeker niet makkelijke potjes. Maar ja, allebei wel gewonnen in de VNL. Dus er liggen wel kansen. Ik denk niet dat we favoriet zijn, maar om ons er geen kans toe te liggen, zou ik zeker niet doen. Ik zie wel dat er kansen liggen. Wedstrijd voor wedstrijd natuurlijk, maar de pool doorkomen, dat is toch het minimale wat jullie hier willen bereiken? Ja, nee, tuurlijk. Kijk, het is een beetje lastig als je zegt, nee, we gaan lekker naar het WK, we staan goed te spelen de laatste keer, kwartfinale VNL. Nee, maar ja, pool is niet zo boeiend. Nee, we gaan hier wel natuurlijk voor om echt het liefst de eerste of tweede te worden. Maar ja, sowieso de pool doorkomen. En daar hebben we nu al een goede stap in gezet. Vertel eens iets over de omstandigheden hier in Slovenië. Ik vind de omstandigheden erg goed. Hotel vind ik goed. Het eten is goed. De hal, jammer dat er niet zoveel mensen zitten. Maar de hal zelf is erg goed. Dus als je mazzel hebt, loop je misschien nog Slovenië. Nou ja, mazzel. Dat is een goed team natuurlijk. Maar ja, daar zit je wel voor vol huis. Dat is wel mooi. Dankjewel, veel succes, Malen. Dankjewel.